Mobiele pomp Wageningen in werking gesteld om overtollig water sneller af te voeren. De afvoer van water uit de verschillende loosleidingen van arealen te Wageningen moet nu vlotter gaan verlopen door het in werking stellen van de mobiele pompen bij het pompgemaal Wageningen. Deze pomp met een capaciteit van 4000 kubieke meter per uur is vanaf woensdagmorgen 21 augustus 2019 door het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij ingezet om water vanuit het afvoerkanaal in het aanvoerkanaal te pompen. De afgelopen weken werd als gevolg van de zware regens bijkans 3000 hectare areaal bedreigd door een hoge waterstand in het afvoerkanaal. Het vervolg van dit bericht kunt u lezen op www.deboodschap.today. www.deboodschap.today.